Het project Latour Community for Health, dat is uitgevoerd door cliënten van het bureau Dak en Thuislozen, BDT, is vandaag feestelijk afgesloten. Dit project, ondersteund door verschillende partners en bedrijven, hield in dat het zwerfvuil in Latour en omgeving verzameld werd en daarna verwerkt door een recyclebedrijf. In Stubula zijn cliënten die hieraan hebben meegewerkt vandaag gehuldigd door de organisatie. Volgens Claudia Koitin, initiatiefnemer, tevens locatiemanager van BDT, is dit project ondanks een moeilijke start succesvol geëindigd. Je moet motiverend bezig zijn. Wanneer je de mensen motiveert, je weet er is geen geld, moet jij zorgen als leiding dat je daar bent voor ze. Toch? En dan blijf je motiveren en ze vertellen waarvoor het is. Zeg, kijk, jullie zijn in een soort, jullie zijn op druk in een hoek. Maar met dit project gaan jullie dan veel verder, men kan jullie zien. En vandaag, en zonder geld is het gegaan, zonder een dubbeltje. Volgende stap, we gaan dan beleid schrijven, we gaan een plan schrijven. En dat gaan we op 26 juni dan presenteren. Aan de mensen, de ministers, bijvoorbeeld de volksgezondheid, sociale zaken, juspol. En zo, en de rest, en de directeuren. Er zijn vogels van verschillende slag op BDT. En je begrijpt dus dat je ook andere mensen hebt, dus die niet zo welkom waren in de buurt. Maar toen de mensen zagen dat het voor een goed doel ging en de inzet van de bewoners zelf zagen, zijn ze wel bijgedraaid. En uiteindelijk zijn ze heel enthousiast zelf geweest over het project. Ze hebben ons zelf een bijdrage gegeven in de vorm van drank, kleding, noem maar op. Dus de reacties waren mooi, ze waren goed, positief. Dit project is een heel bijzonder project voor de buurt. Dat de mannen van BDT nu in de plaats van overlast verzorgen aan de buurt en rommels maken. Dat ze nu eigenlijk helpen om de buurt schoon te houden en de buurt eigenlijk een mooier aanblik te geven. Voor mij persoonlijk, omdat ik de nabije buurt ben, ik woon naast ze, kan ik zeggen, ik ben zo blij dat ze iets nuttigs kunnen doen nou, in de plaats van de hele dag zitten. Wilt u graag dat dit project doorgaat? Want nu is het voorlopig het einde. Verwacht u dat het doorgaat? Wel, ik hoop dat de regering dit zal aangrijpen. Vooral om het feit omdat dit project laagdrempelig is begonnen, zonder echte financiële middelen, hoop ik dat de regering dit aangrijpt als een stukje resocialisatie voor de heren. Hè? Om nu daadwerkelijk de gemeenschap te gaan dienen. Zij het met een minder salaris, maar in de plaats van zitten, dan kun je iets positiefs doen en wat geld verdienen. Dus ik hoop echt van ganser harte dat niet alleen de regering, maar sponsors ook grijpen en zeggen, let's go on. In de plaats van dieven-boeven-rovers, dat je nu werkers hebt. Een buurtbewoner van Latour en daarvoor een cliënt van BDT en Claudia Koutin, met wie wij vandaag tijdens de feestelijke afsluiting van het project Latour Community for Health hebben gesproken. Cliënten van het bureau Dak en Thuislozen die de afgelopen 3 maanden het zwerfvuil van Latour en omgeving hebben verzameld, zijn uit dankbaarheid door de initiatiefnemers gehuldigd op Stubula.